Vakmanschap, ambacht en maken zijn in de creatieve sector en ver daarbuiten buzzwords geworden. Handwerk, repaircafés, allerhande doe-het-zelfboeken, ze zijn helemaal terug. Tegelijk geldt het aanleren van een stijl meer dan ooit als een geloofwaardig antwoord op de problematiek van ongeschoolde jongeren in steden. De tentoonstelling Ensembles, architectuur en ambacht gaat op zoek naar hoe architecten in deze vakmannen partners vinden om samen goede architectuur te maken. De tentoonstelling Ensembles zet zeer sterk in op de relatie tussen vakman en de ontwerper. Omdat wij denken dat er in de samenwerking tussen die twee dat er innovatie kan ontstaan. Dus door het ontwerp van de architect te combineren met de skills van de vakman, kunnen we komen tot nieuwe inzichten in architectuur of nieuwe inzichten in ontwerp. De bouwindustrie heeft een traditie van een grote mate van toegankelijkheid. Er zijn jobs waar je voor gestudeerd moet hebben. En er zijn ook jobs waar je gewoon lager school of zelfs ongeschoold kan zijn. Dat hoort eigenlijk bij de geschiedenis van de bouwindustrie. Ik denk dat we ons daarvan zeer bewust moeten zijn. En dat dus ook betekent dat het vakmanschap in zekere zin een sleutel kan zijn. Mensen kunnen zeg maar onderdeel van de industrie zijn en kunnen iets leren on the job. En kunnen zeg maar echt wel meesters worden van leerlingen. En er is, om zo te zeggen, een soort van sociale mobiliteit binnen dat proces. Het is eigenlijk een zeer eenvoudige scenografie, hoe die opgebouwd is. En het gaat om een repetitief systeem van kaders. Die zeer duidelijk ook zijn in hun opbouw. Dus eigenlijk kaders, twee horizontale vlakken met palen daartussen. En het idee was eigenlijk om daarmee een soort van wandeling te laten maken die op een heel eenvoudige manier die bezoeker meeneemt. We hebben eigenlijk stukken die ook gemaakt zijn, zo niet enkel tekeningen, maar ook driedimensionale stukken die verspreid in de tentoonstelling staan. Er zijn ook stukken die precies voor deze tentoonstelling gemaakt zijn. Dus er is eigenlijk een andere soort van vakmanschap te zien aan de stukken zelf. En de scenografie probeert die eigenlijk zoals in een stad op pleinen te zetten. Dus de scenografie gaat daarmee zo om dat daar bepaalde plekken gemaakt zijn waar deze stukken, waar vakmanschap te zien is, meer tot uitdrukking komen. Vakmanschap wordt vaak gelinkt aan nostalgie, aan het verleden. Als we denken aan craft, aan vakmanschap, denken we vaak aan Ruskin, Morris, die terugverwijzen naar de middeleeuwen. Maar vakmanschap zit overal in elk aspect van architectuur en bouwen. Dat is altijd zo geweest. Met de elementen die wij tonen uit de 21e eeuw willen we ook aantonen dat die actuele projecten, actuele bouwnijverheid, dat daar veel meer vakmanschap in zit dan we op het eerste gezicht zouden vermoeden. We tonen in deze tentoonstelling twee grote stalen, wel metalen elementen. Eén is een stalen knoop van een gebouw van Cousset en Goris dat nog niet klaar is. Een andere is een gietijzeren kolom uit een gebouw van Horta, het volkshuis in Brussel uit het einde van de 19e eeuw. En de hele interessante overeenkomst tussen die twee elementen is dat ze enerzijds de constructie van het gebouw bepalen, dus ze ondersteunen het volledige gebouw. Tegelijkertijd bepalen ze ook de esthetiek van dit gebouw. In de 19e eeuw was het niet zo gebruikelijk dat metaal of staal de esthetiek van een gebouw ging bepalen, maar met de Art Nouveau en vooral met de constructies die Horta bouwde, dus met mooie uitgewerkte gietijzeren kolommen, kreeg een gebouw effectief de mogelijkheid om een andere uitstraling te krijgen door het gebruik van materialen. Bij het prefab element zit veel vakmanschap inderdaad onzichtbaar. Als je ziet hoe bijvoorbeeld de wapeningstekeningen van dit soort elementen zijn, dat zijn echt kunstwerken. Die kan je zo in het museum hangen. Als je ziet hoe de mallen eruit zien, ja, dat zijn fantastische sculpturen in hout of in siliconen. Dit gaat over hoe mensen samen gebouwen maken, hoe je samen een stad maakt. Dat vakmanschap over die ervaring van samen doen gaat. Dat mensen bij wijze van spreken rijker zijn. Dat het meer betekenis heeft doordat het gezamenlijk is ontstaan.
En dat dus niet alleen voor dat proces zelf gaat, maar dat je dat eigenlijk ook aan het resultaat kan aflezen. Er zijn projecten waar misschien het samen wonen onderdeel is van het samen maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek in Burundi, maar ook het plein in Mechelen, waar dus eigenlijk het samen iets ontwikkelen voor je eigen omgeving toch wel een sleutel is. Dus die diverse vormen van samenwerking, van organisatie van de arbeid, die laten we zien in de tentoonstelling. Na de gesmaakte Vlaamse bijdrage rond vakmanschap in het Belgisch paviljoen op de architectuurbiennale van Venetië, krijgt de Stielman dit najaar ook een plek in de Singel. Met de tentoonstelling Ensembles, architectuur en ambacht, geven het Vlaams Architectuurinstituut en het architectuurarchief van de provincie Antwerpen een unieke kijk op wat ambacht en vakmanschap betekenen voor architecten van gisteren en vandaag. Ontdek de vakmannen in de architectuur nog tot 15 januari in de exporuimte van de Singel.